Hallo kijkers van Shine Sprite. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Sword and Shield Avatar Lock met Jordi van de Subpar Guys. De vorige aflevering hebben we Pierce verslagen en ben ik mijn Crustle kwijtgeraakt. En nu heb ik gelukkig Razor de Weavile om zijn gat op te vullen. Ik heb hem iets te veel geleveld zoals jullie zien met de candies. Misschien kan ik de rest van mijn candies straks, nu nog niet hoor, aan Parnyard geven. Zodat hij evolueert voordat ik de Pokémon League ga doen. Jordi, ja. Heb jij nog een nieuwe hello voor ons? Ja, ça va dit ons, ja. Nice. Thijs. Aha. Ik heb waarschijnlijk compleet verkeerd uitgesproken, maar zo stond erin. Oké. Even kijken of ik hier nog een coole aanval heb die ik misschien aan onze grote vriend kan leren. Try attack, drill, nee. Ik heb echt niks. Oeh, wat is dit? Helemaal niks. Ik kan helemaal niks. Helemaal niks. Icy Wind heeft hij al. Sleep Talk, Wild Charge, Electro Ball, Energy Ball, Leaf Storm. Oké, dit is echt. Dit wordt wel even een ding. Hij is niet. Hij kan niet zoveel. Oeh, break kan ik hem wel leren. Daar heb ik misschien nog wel wat aan. Ja. Oké, dan gaan we zo meteen richting. Wat is er aan de hand? Ik dacht even van niet 2 seconden na. Wat is ik denk van. Doublade! Oh ja, zal ik Ferry? Laat ik naar mijn Dark-type gaan. Oh wacht, mijn Dark-type is ook Ferry. Iron Head. Wieuw. Wie is er dood? Nou, er is niks dood, maar ik kreeg redelijk wat damage op mijn kop. Oké. Ben je al in de gym gegaan? Nee, ik ben via de route gegaan. En de route moet je eerst 1 of 2 trainers nog verslaan. Zal ik dat ook even doen? Kan geen kwaad. Nee, precies. Dan zal ik Eraser weer eventjes swappen voor een of andere Pokémon. Nee, hij heeft meer leveltjes. Het leven, het zit vandaag echt niet mee. Ik heb zoveel gedoe vandaag. Is niet te geloven. Mm-hmm. Goed, let's go. Nee, en ik denk dat jij en ik, wanneer we de gym hebben gehad, wil ik even op een mooie rondreis kunnen gaan door de Wild Area. Dat kan. Want eventueel. We mogen technisch gezien nu alles vangen. Mm-hmm. Want we hebben geen Very Strong Looking meer. En er zijn sowieso 2 Pokémon die ik nog wel wil vangen als het enigszins kan. Oké. Dan moeten we dat gewoon gaan doen, hè? Ja, maar we hebben zo meteen eerst nog een gym. Die wel of niet ons neigt om ons team mee aan te passen. Yep. Oké, dus je wil na de gym wil je de Wild Area in? Ja. Ah, oké. Niet nu. Komt zo meteen wel. En zometeen ook eerst wat ik wil gaan doen is even kijken of ik nog een Fairy Move aan Rapidash kan leren. Want die heeft nu Psychic, mm-hmm. Electric, Normal, maar geen Fairy. Oké. Het zou misschien wel handig zijn als één. Nou ja, zeker voor de step en zeker voor de aankomende gym is dat geen, hoe noem je dat? Overbodige luxe. Ja, zoiets wou ik zeggen, ja. Even healen en dan is het zometeen gym tijd. En dan moet Milan de drakentrainer het maar waarmaken. Uh-huh. Even kijken. Sinistee. Of ik bedoel Poltergeist. Hier, one hit KO, jonge Poltergeist. Ga maar Twilight even. Oké, Kaden. Oké. Heb ik nog ergens een Fairy Move in mijn TM-list staan of niet? Vast wel. Ja, ik denk het ook wel, maar ik denk alleen dat het een goede move is. Nou, want Rapidash is special zeker, of niet? Is physical. Oh, dan hoop ik dat je Rough Play hebt. Nee. Jammer.
Of player of bedoel ik. Ik weet wat je bedoelde. Dan stap ik waarschijnlijk toch af van het idee. En... ga ik toch... dingen in de achtergrond doen. Hey, ik wil graag een TR kopen. Ja, geef me even Ice Fang. Dank u. En dan gaan we het zo oplossen. Greedent, leer even Ice Fang. Dank je, Greedent. Ik hoop dat hij dat doet voor je. Ja, Greedent is heel vriendelijk. Gelukkig maar. Nou. Oh, trouwens, het zijn dubbel battles. Ja. Goed dat ik daar nog over nadenk. Het is water, fire, ijs. Echt? Ja. Er zijn helemaal geen dragons. Nou, er zijn wel dragons, maar het is weerteamed. Dus een Pelipper en volgens mij een Sliggoo. Oké. Inside information hier. Ninetales en een Hakamo. Ja. En de laatste weet ik niet meer. Het is wel een Abomasnow, maar ik weet niet aan welke dragon hij gekoppeld is. Of de ding was gekoppeld Ninetales en Turtonator. Dat kon ook nog. Voor mij was het Ninetales en Turtonator. Oké. Okay. Kijken wat Ballguy te zeggen heeft. Wat ga je me geven? Een levelbal. Ja, ik had nog eens even die cutscene met Leon, ja, Sonja en Magnolia. Dat Rose toch gaat uitleggen... wacht, waar is dat? Wat de uitleg van wat waarvoor Hammerlock wordt gebruikt? Moet je dan zo daar bij die lift? Nee, waar zijn Leon en... Stonden buiten. Ben ik dan zo schil? Ja. Ik zie ze niet hoor. Ben je aan dat kasteel toegegaan? Moet je niet gewoon bij de gym naar binnen, zeg maar? Moet je weer helemaal links dan? Nee, het kasteel moet je naar binnen, maar ik vind het raar dat jij die boer bent tegengekomen. Ik denk dat ik weet wat er aan de hand is. Did you fuck up? Nou, niet per se, maar ik denk dat... ik denk dat ik moet via de tunnel moet, zeg maar. Ah, je bent naartoe gevlogen. Ja. Aha. Oké, ik ga denk ik toch wel beginnen met Galarian Rapidash en Grimmsnarl. Puur en alleen maar omdat ik het niet vertrouw. Ja, zie je, dit was het. Om dat ding te doen. Ja, ik ben er klaar voor. Helemaal klaar voor. Oké, ik moest dus nog met Hop praten. Die laat nu zien dat die Berserker heeft verslagen. Ja. En dan kan ik nu naar het stadion toe. En dan kan ik even cool doen. Even kijken. Dan kunnen we beginnen met de pittige gym. Ja, ik ben op zich ook heel blij wanneer we deze hebben gehad, want deze is heel, heel pittig. Mm-hmm. Want het is Dragon. Nou, op zich, Dragon is en blijft nog altijd een beetje een aardig moeilijke gym. Mm-hmm. Wat deze naar mijn mening nog moeilijker maakt, is één klein rukdingetje genaamd Weather Theming. Mm-hmm. Met als gevolg dat ze ook nog andere Pokémon's kunnen hebben. Dus normaal niet doe je tegen dragons, pak jij gewoon je Fairy type of je andere Dragon type. Mm-hmm. Of Ice type. Maar ja, dat werkt nou niet helemaal. Dat is nu niet voldoende. Nee. En aangezien ik mijn Rock Pokémon ook al kwijt ben van door de vorige gym, kan ik die ook niet gebruiken straks tegen de vuurgastjes in deze gym. Nee, precies. En dat is wel even een dingetje. Mhm. Ik hoop dat ik niet verhaal.
Okay, let me please go, Bitsen. Okay, Leon bent weg, nice. Nou, ja. Dat was mijn eerste trainer al klaar. Wat? Ik moet nog beginnen. Ja, maar ik had dat gedoe niet met cutscenes. Scheelt nog wel eens een keer. Mm-hmm. Oh, gelukkig. Rose en Oleana hoeft nu nog niet. Nee, dat komt zometeen wel. Oh, ik ben zo blij dat ik kan healen tussendoor. Even kijken. Als de volgende fire is, dan... Ja, dus dit was geen goede setup. Let's go. Krijg je kans tussendoor om dat te veranderen, zeg maar? Ja, ik krijg kans tussendoor om je te healen. Ja, het is een Ninetales en een Turtonator. Dat was hem. Hmm. Echt geen idee wat ik tegen die Ninetales en die Turtonator ga doen, zo. Bidden. Gewoon bidden. En focus is op de Ninetales en dan pas op de Turtonator. Oké. Okay. Want Turtonator heeft Shell Trap. En het kan damage doen. Oké, de eerste battle begint voor mij. Je wil niet dat hij damage doet. Oké, nou. Dat was de burn. Verdomme, weer Shell Trap. Oké. Wow, dat deed weinig schade. Waarom doet dat zo weinig schade? What the fuck? Wat? Icy Wind. Tegen? Sliggoo. Maar Sliggoo is bulky. Pelipper is in ieder geval dood. Ja, dat scheelt al. Hier komt de Shell Trap. Oh, hij is wel geflinched door mijn King's Rock. Dat is dan wel weer heel nice. Dat deed aardig wat damage. Maar ja, daarom heb ik ook even hype potions gehaald. Ik ben tenminste blij dat dit niet meer stand. Dat dit geen dusslok is waar we geen items mogen gebruiken. Mhm. Ja, de Dragon Pearls. Oké, dit valt aan. Ah, weer Shell Trap. Nou, ga gerust je gang met Shell Trap. En dan heal ik ondertussen even mijn burn op alles. Oké, eerste battle is voltooid. Met moeite of ging het aardig goed? Nee, viel wel mee. Oké. Alleen had ik verwacht dat Icy Wind wat meer schade zou doen, maar verder ging het prima. Dik. Zij is vuur. Wacht. Ik heb natuurlijk zelf ook een Ninetales met Flashfire. Dus dat is al iets. Noem False Surrender. Echt. Ik word een beetje moe van die Shell Trap iedere keer. En ik wil hem ook niet outstallen daarin. Oké, let's go. Spannend. Ja. Jij bent ook nog steeds bij die tweede fight, toch? Yep. Maar focus op de Ninetales, zei jij, hè? Eerst focus op de Ninetales, ja. Want die Turtonator spamt iedere keer Shell Trap. Dus als je hem dan aanvalt met een physical move, dan krijg je een klap in je gezicht. Duidelijk. Ik ben klaar. Oké. Het kost me wel aardig wat moeite. Oké, is die klaar? Duurde even. Maar dan heb je ook wat. Dan...
Hyper Potion erin. Oh, hoezo is hij nou weer niet dood? Even kijken. Deze. Moeite ermee? Nou, het is pas de eerste beurt. Oké, fijn af. Ik ben heel even wat water drinken. Ik ben zo terug. Yes. Even kijken dan. Die kitsune maar eventjes healen, denk ik. Ja. Earth power. Ja, laten we die Ninetales gewoon eerst eventjes wegvagen van het bord. Oké, Ninetales is gone zo. Nee, normaal niet heb ik een bidon staan. Alleen die bidon zit nu in de schoonmaak. Dus. Oké. Okay. Back. Dat worden hele vieze dingen. Na verloop van tijd. Ja, dat klopt, ja. Ja, klopt. Oh, dat ik even over na moet denken. En ik heb wel twee andere flessen hier staan. Maar ja, die smaak ik ook heel vaak schoon. Ja, na een tijdje gewoon sommige dingen. Niet echt smakelijk. Nee, precies. Dat is één. Ik vind het wel geinig dat heel veel Pokémon's nu Aurora Fuel krijgen. En ik vind het heel geinig. Okay. Het is alleen niet heel mooi. Oké, het heeft echt veel minder moeite gekost dan dat ik had verwacht. Wat, de tweede fight? Ja. Dit spamde je ook iedere keer bij jouw shelter? Ja, nee, ik hoefde maar 2 keer Earth Power te doen. Nee, 3 keer, want ik moest 2 keer Earth Power voor Ninetales en 1 keer Earth Power voor Turtonator. Oké. Ja, mij kost het gewoon iets meer moeite. En wat is de laatste? IJs, en dat is Abomasnow en Akamo. Oké. Okay. Swap. Oké. Okay. Potiontje. Dan gaan we even healen. En dan gaan we even goed nadenken wat we gaan doen. Ik weet wat ik ga doen. Abomasnow, 1 Incinerate moet hij als goed dood zijn. Even kijken. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat ik begin met Colissapot en Grimmsnow. En dat ik dan door de fight langzaam zeker naar mijn Dusclops ga. Om dit te tekenen. Maar ja, ik wacht af dat jij je derde fight hebt gehad. Heb jij de derde fight al gehad dan? Net. Oh, heftig. Oké. Okay. Incinerate op de... Oh, dat is op allebei. Nice. En dan natuurlijk. Icy Wind wat minder schade doen dan dat ik hoop, maar toch. Het is echt een, het is echt een dingetje. Yeah. Met een heel klein beetje geluk, als Incinerate nu is, kom ik zonder kleerscheuren. Ja? Oké, okay, ja. Abomasnow is dood en Hakamo nog niet, maar dat is, ja, dat komt wel goed. Hakamo voor je. Hij doet Brick Break is 4 keer. Ja, dood. Weavile is dood. Helemaal niet aan gedacht dat hij fighting is. Helemaal niet. Ja, nou, nu wordt het best een stuk moeilijker. Helemaal niet aan gedacht. Oh, is ook dark, is ook niet handig. Doe maar die. Oké. En dat is altijd een beetje kut, hè? Dan heb je de fight gehad en je kan niet terug. Nee, maar je kan toch wel een Pokémon gewoon uit je box pakken, of niet? Niet dat ik weet. Oh, oeps. Normaliter.
Nou, als je hier inzet, kan je niet bij je box. Oké. Dus je moet doen met wat je hebt. Beetje jammer hoor. Ja. Maar is die gelukt? Of is nog aan het... Ja, ik heb verslagen. Oké. Okay, nee, je kan inderdaad niet naar de box. Even healen. Waar zal hij mee starten? Volgens mij Gigalith en dan Flygon. Ook dubbel. Ja. Gigalith en Flygon. Yep. Gigalith. Oh ja. Ik zat te denken, wie is Gigalith ook alweer? Dit wordt echt een probleem. Heb ik helemaal niks die dat burnt eraf kan halen? Heb je geen full heals of burn heals? Nope. Of berries? Oh, berries misschien. Welke berries, weet je uit je hoofd welke berries? Lum ook. Ja, ook Lum. Oh, gelukkig. Oké, okay, dat scheelt heel veel. Dat scheelt heel erg veel. Oké, dat valt hard. Ik vind het nu wel echt een stuk spannender worden. Ja. Dat was de Flygon al niet, hè? Wat ga ik tegen die Flygon doen? Oh, ja. Oké. Okay. Oh, en hij heeft ook die skyscraper ding, toch? Oh, die wordt echt kut. Oh, ik heb echt geen zin in deze battle. Zo weg is hij ook weer niet. Met tekens gaan. Als ik een liquidation op dit doe. En dan vast naar mijn void. Ik ga me vast voorbereiden op de Duraludon doen. Want ik zie zometeen al iets. Ik zie zometeen al iets gebeuren. Oké, en dan vind ik weer minder. Oké. Ik kan niet verwachten dat liquidation zo weinig zou doen. Oké, dan gaan wij naar bronzen op. En doen wij een Will-O-Wisp op de Duraludon. En dan maar hopen dat dit genoeg zal zijn. Maar dat is een beetje het hele ding van Gigantamaxing in Duel Battles. Je kan niet reageren. Nee. Ja, het is niet zo van, hij zendt deze Pokémon uit, wil je wisselen? Nee, je moet gewoon inblijven. En mijn attack van mijn Glissapod was al verlaagd. Dus ik denk van, oké, dan kan ik misschien net nog de wissel maken. Nope, was dus net genoeg om te killen. Ja, dat is moeilijk om in te schatten, hè? Nou ja, ik ging er eerlijk gezegd van dat het een high roll zou zijn, dus... Oké. Als het goed is het Gigalith net dood voordat hij kan aanvallen. Ja, oké, de Gigalith is dood. Dat is één. Ja. Al heb ik nu een crit, als ik nou net een crit had. Oké. Oké, dan gaan wij voor de zekerheid deze Gigantamaxen, dan die erin. En deze Hex. En dan moet ik gaan healen. Go. 1, 2, 3. Let's go, Bronzong. De ouderwetse manier. Als het niet werkt, gooi je er een bel tegenaan.
Back. Hyper potion. Oh, maar ben ik blij dat ik ben gedynamaxed. Echt. Max Knuckle. Dat doet dus gewoon geen ene ruk. Maar het gaat mij ook niet om de... damage. Dan... even kijken. Ja, dan is het even ronde healen voor mij. Ik vind het zo jammer dat je nog geen veel restores kan kopen. Mm-hmm. Dan is dit klaar. Dan is er nog even één beurt wachten. Oké, Sendaconda is ook dood. Nice. Ja, ik heb de Sendaconda niet kunnen killen. Ik heb de Flygon en de Gigalith ook kunnen killen, maar niet... ja, de Flygon die ligt nog bij mij. Ja. We continueren met de Duraludon natuurlijk. Yep. Dat is 90 damage. Dan door het volgende. De Duraludon is nu klaar. Dus de G-Max beurten zijn geweest. Dan doen wij een Max Knuckle op deze. 60 damage, ja. Komt wel goed. Ja. Dit was heel gevaarlijk wat ik hier deed, maar ik kwam wel net uit. Dus dat is mooi. Als het crit was ik dood geweest, maar als het had gekrit, dan was ik überhaupt al dood geweest. Ja, ik ben echt bang dat bij deze beurt de Pokémon dood gaat. Als Ninetales het maar niet is, dan is het prima. Ja. Nou, dat was Duraludon. Nu moet ik alleen nog maar de Sendaconda. Okay, breaking swipe. En Bronzong ga ik wisselen, want Bronzong heeft nog maar 13 HP. Oh, alsjeblieft de Skunk Tank aan. Alsjeblieft. Nee. Oh, hij overleeft het. Oh. Okay. Still alive. Ja, ik geef ook heel erg toe. Dit is de enige gym in allemaal Nuzlocke waar ik dingen verloor. Nou. Let's go. Nee, geen Body Slam. Gewoon Ice Fang en Ice Punch. Let's go. Het hele base paralyzed nog mijn hele team in dit tempo. En terecht, Sendaconda is Frozen Solid. Volledig terecht. Oké, Mo, staat bij jou nu. Ik heb nu een Max Flare op Duraludon gedaan. Doet meer dan de helft schade, dus dat is positief. Mooi. En Drought is nu op, als in de zon is nu op. Oké, dus dan moet je alleen nog de Flygon daarna killen, dus Flygon en Duraludon? Ja. Oké. Even kijken hoeveel schade de Duraludon... oh nee, dat wist ik niet. Wat? Oh, ik overleef het. Wat een clutch. Oké. Hij deed Max Rockfall. Op je? Ninetales. Maar je het overleefd? Ja, echt hè. Nou, hij was Gigantamaxed hè. Dus, of Dynamaxed. Dus dat scheelt ook wel.
Ninetales is geen bulky Pokémon. Nee. Ik heb geluk gehad. Ja. Back. You. Wacht. Heb ik geen Max meer? Nee. Use op hem. En hij de Max Flare op de Duraludon. En als het goed is, is de Duraludon dood. Ja. Ja, de Duraludon was dood. Nu alleen om de Flygon. Ja, ja, maar die Flygon, dat gaat wel lukken. En ik heb nog een Bird Dynamax, dus. Ah, oké, okay, dat valt wel mee, ja. Hey. Hoe sta jij ervoor dan? Of ben je al klaar? Ik ben klaar. Oh, nice. Niks verloren, ik ben heel happy. Oh. Ook had het heel snel heel verkeerd uitgepakt kunnen worden, hoor. Not very effective, toch maar proberen. Oké, okay. Doet toch nog best wel wat effect. Ah, oh, ik had de crit. Nice. Oké, nice. De Flygon is gepoisoned. Dan is de volgende beurt alleen gewoon aanvallen en dan dat is het. Yep. Oké. Ninetales is klein geworden. Wil jij nog iets in de wild area gaan vangen? Ik weet niet zo goed wat ik nog kan vangen in de wild area. Ja, eigenlijk alleen maar Tyranitar eigenlijk. Oké, Flygon is dood. Ik had echt niet verwacht dat ik zonder kleerscheuren uit deze battle zou komen. Nee, ik eerlijk gezegd ook niet. Alleen moet ik natuurlijk wel even een vervangertje zien te bedenken voor Weavile. Yep. Oké, handen schudden met Raihan. De Batch, nice. Flygon en Ninetales waren MVP in deze battle. Nice. Heel nice, echt. Oké, ja. Breaking Swipe, ja, dat deed die Flygon van hem ook heel vaak, Breaking Swipe. Mm-hmm. En de Dragon Uniform. Ja, schiet nou op. Oké. Wil je nu nog naar de Wild Area? Want ik heb eigenlijk op dit moment geen tijd meer voor nog een aflevering. Oké. Ik kan ook gewoon de volgende aflevering doen, hoor. Dat is ook prima. Maar... Nou, ik kan nog heel snel één Pokémon nog vangen die ik wilde vangen. En dan zijn we klaar. Oké. Dat is goed. Ga ik even bedenken wie ik voor Weavile in mijn team doe. Dark Steel. Ik wist dat jij was hier. Oké. Zal ik Impidimp erin doen, omdat ik dan een Fairy type heb, wat misschien geen kwaad kan? Als vervangen voor jou een Weavile? Ja. Kijk, wat heb je nog meer? Pincurchin, Snom, hoe heet het? Togedemaru, Thullaby, Litwick, Diggersby, Oranguru, Indeedee, Morpeko, Inkay, Salandit, Joltik, Noibat, Sizzlepete, Growlithe, Dottler, Purloin, Eevee, Cutiefly, Mincino,
Nikke, ja, de rest is niet interessant. Heb je momenteel een bug Pokémon in je team? Ja, Fikevolt. Ja, dus dan is niet Bounce Sweet, maar Ribombi ook geen optie. Nee. Ik zat zelf te denken of aan Impidimp of aan Indeedee. Ja, dan zit ik toch al heel snel... Of aan Snom kan ook nog. Ja, dan zit ik toch wel meer te denken aan Snom als in Snom Frosmolf. Maar dat geeft je wel weer een weakness tegen Rock. Want Grimmsnarl is wel heel nice. Maar Grimmsnarl gaat jou niet helpen om hits te taken. Nee, precies. En Snom evolueert met een Ice Stone? Nee, voor mij gewoon op level base. Gewoon met levels, oké. Okay. Let's go dan. Nou ja, we kunnen nog dat kleine stukje van de route doen naar Winden toe. Dat is 5-6 minuten. Ja, ik ben sowieso nog wel even aan het kijken hoeveel candy ik hem geef. Dus ik ben nog, daar nog wel even mee bezig. Even kijken, evolueert hij al? Nee, nog niet. Dat is ook nog niet hoog genoeg. Welke level evolueert hij? Even kijken. Maar was hij niet Friendship? Want hij was niet met Ice Stone, dat weet ik zeker. Oké. Okay. Nee, die ga je niet krijgen op video. En volgens nee. Interfrons, Frosmoth leveled up with high friendship during the night. Ah, oké. Okay. Oké, okay, nou dat regelen we dan wel een andere keer. Even kijken. Moet ik alleen heel eventjes... kijken. Ik zou, dat heb ik ze ook nog beloofd. Laten we de volgende route maar gewoon de volgende keer doen. Ik had nog wel beloofd om dingen level 52 te maken. Ja. Zodat hij evolueert. Panyard. Dus dan doe ik dat ook even. Prima. Laser focus. Die doen we niet. En hij evolueert. Tiri tiri. Zo. Bisharp. Nu kan ik hem ook een keer gebruiken. Dat is ook een keer leuk. Ja, dat is zeker. Ho, ho, ho. Zo. Nou. Gaat niet goed. Nou, niet echt. Even kijken. Held item. Give an item. Eviolite daar naartoe. Oké. Okay. Oké, okay. Laten we de aflevering beëindigen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie je jullie heel graag bij de volgende aflevering. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal en op de Subpar Guys, het kanaal van Jordi. Link staat in de beschrijving. Adios, amigo.